Delta heeft iets nieuws. Een limited glasvezel. Hiermee ga je maximaal met het snelste glasvezel internet. En we hebben nog iets. Klopt. 5G Unlimited mobiel. Zo combineer je nu ook mobiel met het snelste glasvezel internet. Delta, gaat verder. Het is nog 14 dagen ongeveer tot de Grand Prix van Nederland, de Dutch GP. En om dan daar nou vooruit te blikken al op, dat is misschien wat vroeg. Dus daarom is deze podcast speciaal in het teken van al jullie luisteraarsvragen die we de afgelopen week en maanden hebben ontvangen en waar we niet aan toe zijn gekomen. Mijn naam is Joris Mosserdijk en dit is aflevering 26 van het Formule 1-seizoen van de podcast van Racing News 365. Ruud Dimmers en Tom Coronel zijn ook weer aangeschoven. En jongens, ik weet niet hoe jullie gaan om tijdsdruk, maar we gaan eigenlijk een soort van podcast tegen de klok spelen, want over ongeveer een half uur wordt Tom Coronel opgehaald voor een, uh, ja, voor, voor een, le voor een leuke afspraak, um, ja. dus wij gaan gewoon zolang als we kijken deze podcast gewoon doen, allemaal luisteraars vragen doorheen, ja, en zodra we een taxi toe te horen, dan weten we. Pech! Want dan is Tom weg. Dat is eigenlijk een ja. beetje de samenvatting die we kunnen doen. Dus ja, we kunnen elkaar heel lang gaan introduceren. Maar ik stel gewoon voor dat we lekker gaan beginnen. Of willen jullie per nog iets kwijt. Ja, nee, gasten. Erop. Gast erop. Gast erop. Ik hoop dat iedereen lekker bruin wordt. Goed insmeren. Niet verbranden op vakantie, maar wel lekker genieten. Maar nog heel eventjes oh, wow. en we gaan weer beginnen. Heel goed. Komt nou, kom Eerste de vraag. Is Hoort Rutte niet. Uh, Eerste vraag is van Van Ferdi. Die had een vraag ja. naar aanleiding van de te lichte auto van Russel en de disqualificatie in België. En hij zegt: Wat nou als je misschien in de laatste ronde schade rijdt? Je verliest je voorvleugel of iets in die trant. Kan je auto dan ook te licht worden? En kan je dan ook gedisqualificeerd worden in geval dus van schade? Ik denk dat je dan een nieuwe vleugel erop mag zetten. Maar uh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Uh, ik weet niet hoe het reglement zit. Uh, hoe je over de finish heen komt, dat dat het gewicht van de auto is. Dus dat durf ik niet te zeggen. Want nu uiteindelijk in de uitloopronde... had uh, Russel natuurlijk ook heel veel uh, rubber kunnen, kunnen oppikken mm -hmm. op de banden. Dus, uh, en dan had hij 100% die anderhalve kilo gevoeld. Ja, maar dus... dat maakt niet uit, Tom. Maar te licht ja. is te licht. Eens. Spaktes, uh, nee, maar ik wist wat niet is. Reglement is reglement. Want, ja, maar stel nou dat jij een onderdeeltje van, uh, van je vleugel verliest. Ja, het endplateje, ja. En je hebt er helemaal geen last van, eigenlijk. Het zit er eigenlijk een beetje op, voor de sierheid. Nee, al aan ja. natuurlijk, maar... En dan ben je volgens mij 200 gram te licht. En dan kom je aan en dan zeg je... Ja, dit ding was ook 200 gram. Ja. ja. Weet je, zo werkt het niet. Hè? Te licht is te licht. Dit is niet mijn taxi, hoor. Dat is mijn dochter die terugkomt van rijles. Oh, Oké, okay. <laughs> dat, dat, dat is helemaal goed. Maar ja. je zou dus zeggen... Stel dus, uh, Russell had zijn voorvleugel helemaal verloren. Hij moet gewo ja. had gewogen moeten worden. Dan had hij dus wel de voorvleugel erop mogen zetten. Want eigenlijk ja. zou je zeggen, dan is hij te licht. Ja, klopt. Okay. Hoe was je rijles? Goed. Even kijken wat Carmen doet. Ja, ging goed. Kom eens even. Kom eens even. Kom eens, ja. even, kom eens even. Ik Dan heb ik net een mail zegt de rijles. Hier komt hier de komt Dat -tadada. Wil je even zeggen hoe je rijles was? Goed. <laughs> <laughs> nou. Carmen. Uh, trouwens, ook leuk. Uh, Rocco doet natuurlijk heel veel karten en racen. Tom doet eigenlijk van alles ja. en nog wat. En Carmen, uit mijn hoofd, Horses by Carmen op uh, Horse Instagram. Horses by Carmen op Instagram. Ja, serieus Dat is precies wat ik zei. Dat doet goed. zij heel veel ja. met, uh, met paarden. Serieus doet ze daar goed. Uh, dus dat is ook nog een keer leuk, mocht je zeggen. Dat vind ik leuk om te volgen. Ik ben een beetje middenpaardensport, paardensport nu voor de Olympische Spelen. Dat vind ik altijd wel geinig om oh, te ja, kijken. Dat klopt, ja. ja, dat klopt ja. Ja, ja Volgende um, keer Ankie van Grunsen in de podcast. Special guest. Nee, gewoon Carmen. Dan pakken we Carmen toch? Dan hebben we onze eigen Ankie. Helemaal goed. Zo hey, is het. Uh, Mike, die zegt. Is de RB20 volledig op Max doorontwikkeld? En is dat misschien de reden dat tweede rijders het juist zo moeilijk mee hebben? Ja, nou ja, tuurlijk. Een engineer die bouwt een auto. op de manier dat hij hem sneller kan maken. En Max geeft wel heel erg aan wat hij nodig heeft op de auto. Dus degene die het teamgenoot is van Max. die moet dan wel. Dezelfde rijstijl hebben. En als je dat niet hebt, ja, dan, dan haal je niet het uitste uit de auto. Want uiteindelijk, de auto wordt wel gemaakt voor degene die ermee kan winnen. En dat is Max. Dus, ja, nee, maar ik, Tom, uh, ik ik, 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 ik zie je, daar, ben het niet met jou eens. Uh, nou, jawel. want Max die wil altijd wat meer voorkant. Die wil scherp aan de voorkant hebben. Dus dat hij toch wat, wat, wat meer inroteert met de achterkant van de auto. En we weten dat andere teamgenoten van Max... daar altijd wat moeite mee hebben. Die willen een wat stabielere achterkant hebben. En dat is bijvoorbeeld bij Pres het geval. Ja, maar als je nou kijkt naar de, naar, de, naar de Red Bull... het ontbreekt hem juist aan die voorkant. Aan het insturen. Ja, Heeft wel wat maar losse daarom kontje. zijn ze zich dus... daarop aan het focussen. En, en daarmee gaat dus de aandacht... Nee, klopt. naar hetgeen waar van, Max om vraagt. Je, ja. Maar Max, die, die, die schrok ook wel toen hij de, de eerste tekeningen van de auto zag. Want daar schrok we allemaal wel van. van. Jezus, wat een bezoek als erop. En helemaal anders dan het was. Iedereen had eigenlijk een RB19 Plus verwacht. En als je kijkt naar McLaren, die zit veel meer in lijn met hun auto ieder jaar, zeg maar. Ja, dat het. Dus als ze hem. Ja, ik geloof niet, je kunt... Maar je, je hebt nu alleen bovenhuids, Je hebt nu alleen bovenhuids, Ruud? Ja, maar ik je kunt maar deels luisteren naar een coureur. Is, uiteindelijk is er een auto, maar je geeft maar een, een winkelwaardje, en is hij nog het snelste mee. Dus het heeft ook wel de factor talent natuurlijk te maken. Maar dan zouden je dus eigenlijk kunnen zeggen, als het ook vak de talent is, dan. En we hebben het natuurlijk ook gezien in 2021, het eerste kampioenschapsjaar ja. van Verstappen. Dan zouden het dus eigenlijk ook uit een mindere auto. Dus zeg even nu, we zeiden het de vorige podcast. Uh, Red Bull is misschien team drie van de grid. Dan zou dus eigenlijk uh, Verstappen ook veel meer uit een Ferrari moeten kunnen halen. dan wat Leclerc en Sainz momenteel doen. Ik ben er heilig van overtuigd. Als jij Max Verstappen in je team hebt, dan win je gewoon twee tienden. Uh, aan ontwikkeling, aan alles. Want. Dat is wel de verstappenfactor die je constant terug ziet komen. Dat hebben we altijd al gezien. Al jaren en in de regen zelfs veel meer. Dus ja, ja, ja. is ja, ja. je in de, de regen kijkt in Spa, ja. Ja. Nou, ik, 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 ik denk dan meer Tom. Ik denk dat Max, um, zeker op race hoe wow. hij met zijn banden omgaat. Hoe slim dat hij rijdt. Je wint eh, misschien nog die twee, drie tienen per ronde. Maar je wint ook je race instinct. Je Plopt. wint. Bravoure, je wint gewoon posities bij een start. Je wint, je, je, je wint zoveel met hem. Het enige wat... Uh, ja, ik was aan de voorkant weer meer geld. Maar aan de achterkant betaalt hij natuurlijk weer terug, hè? Je krijgt er zoveel ja. voor terug. En um, je wint er gewoon titels mee. Hey. Laten we dat ook niet vergeten. Um, Arnoud komt eigenlijk met de vraag die we twee, drie, vier keer per seizoen krijgen. We krijgen weer een volledige carte blanche. En hij zou willen weten van ons drieën hoe onze droomline-up eruit zou zien van Ferrari, Mercedes en Red Bull. Als wij konden kiezen van de coureurs die nu actief zijn voor volgend jaar. Nou, ik ken de vraag al, dus ik laat jullie heel even nadenken en dan deel ik jullie mijn hersenspinsel. Wat ik zou tof vinden, de line-up volgend jaar bij Red Bull Racing, Liam Lawson en Hajar... Nummer 1 waarschijnlijk kampioen de Formule 2 en Liam Lawson. Twee jonge talenten bij een topteam. Laat maar zien wat je kan doen. Volgend jaar bij Mercedes. Kimi Antonelli dan alsnog naast Lewis Hamilton. Ik ben wel benieuwd hoe de inmiddels bijna 40-jarige coureur het doet tegen het dan 18-jarige broekie. En bij Ferrari, omdat je ooit toch een keer dat rode pak aan moet hebben. Max Verstappen. Max, en dan ben ik eens Hamilton. benieuwd. Nee, ja, die zou... zit al bij Mercedes. Nee, die had je al. Ja, dat weet ik. Max Verstappen en toch even, oude rot in het vak, Fernando Alonso. Dat zou ik no. smullen. <laughs> en als ik ook niet bij Racing News zou werken, dan zou ik oprecht mijn wekker zetten voor de eerste vrije training in China en Australië. Dus dat is zeg maar mij. Dus Hajar, Larsen, Hamilton, Antonelli en Verstappen, Alonso. Ruud. Zo. We laat je Leclerc, we laat je Russell... We, laat we, je... Hebben nog, we hebben nog zeven en misschien wel acht andere teams over. Dus die, die vinden wel een plekje. Dan plek. heb, je, de, 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 de heb je dadelijk Williams met, uh, met, met Perez en Leclerc of zo. Nou ja, als Seinsen naar Williams dan, kan, dan kan, kan Leclerc en Perez nee, er ook ja, prima krijg... terecht. Uh, ik zou Max in een Mercedes zetten. Ik zou daar Antonelli naast zetten. Max dan Antonelli. heb je de oude Max en vol, volgens sommigen de nieuwe Max. Kleider er mee afrekenen. Er bestaat geen ja, nieuwe Max, Zeker ja, natuurlijk al Tom hey, Tommetje, laat Ruud even praten. We hebben dus Mercedes Ferrari. gevuld met Lewis Hamilton of met, sorry met uh, verstappen en Antonelli. Ferrari ja. Uh, wel hey, Hamilton. Hij had Mercedes. Dit is wel, wel Hamilton. Alleen dan zou ik daar uh, Lando Norris bij zetten. De twee Britten die strijden om, uh, om de kroon. Hamilton Lando uh, Norris bij uh, Ferrari en Red Bull blijft dan over. Ja. Wat vinden we nou een typische Red Bull coureur? ja, Red Bull zonder Max is niet veel meer, hoor. Dus bijna, je dus zegt dan, het is bijna in één woord. Ja, ja, maar ja. We, dan, dan, dan kun je daar net goed Carlos Sainz in zetten. Heeft Tom ook zijn zin? <laughs> Dankjewel. Nou, Carlos Sainz bij Red Bull. Met wie? En weer nog meer? Met met, met Larsen. Dat maakt dan toch niet meer uit, Tom. Dan ga je het niet meer winnen zonder Max. Tom, ik wil van jou okay, horen. Wie zou mooi. jij bij Red Bull positioneren? Ik zou bij Red Bull uh, Yuki en Lawson zetten. Snowden Lawson. Bij Mercedes. Ja. Zou ik uh, Antonelli en Russell zetten. Antonelli, Russell en Ferrari. Dan weet ik alweer Max neerzet. <laughs> Hamilton en Max. Hamilton en Max samen in één team. Dat is gewoon prost Senna. Echt ben heel benieuwd. En mocht je deze podcast nou luisteren of bekijken... ga even, als je hem luistert, even naar YouTube. Daar kun je hem ook bekijken. En laat dan even in de comments weten... of je het met één van ons drieën eens bent... of dat jij het totaal anders zou doen. Dan ben ik wel even benieuwd naar wat, uh, wat jullie zouden vinden. Um, Erik, die heeft een leuke vraag. Erik Oelers. En ik ben benieuwd uh, hoe goed en kort en kordaat... antwoord jullie hierop kunnen geven. Want die zegt eigenlijk heel simpel... zouden jullie voor mij even de rol van de FOM en de FIA uit kunnen leggen? De FOM is eigenlijk de commercieel rechthebbende. Dus hij gaat over de centjes, over de contracten met de circuits, TV-gelden, met de Via Play, maar ook wat de, wat de Zandvoort af moet tikken. En de, en de Via, via om... is het reglementair: het reglement van de auto's en de reglementen op de baan. Dus puur het sportieve effect dat dat voor iedereen hetzelfde is. Ja, dus bij ons zou het zijn dat uh, Tom die zou de fond zijn voor de centjes... en ik zou de vier zijn voor de regels. <laughs> en en, en uh, ik vind dan Liberty Media die ervoor zorgt dat het allemaal gepubliceerd wordt of zo? Ja, ook goed. Deal. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik mooie vind combi. het een mooi kordaat antwoord, want ik heb het ook even opgezocht en het komt er in één zin letterlijk op neer. FIA maakt de regels en fom die verkoopt en promoot sport. Eigenlijk precies inderdaad wat klopt. Ruud en Tom samenvatten alleen in één zinnetje, dus dan kun je weer even poggen op de eerstvolgende zomerse buurtbarbecue. Waarschijnlijk om de hoek. Um, Stijn, die heeft ook weer een mooie, mooie vraag. Uh, als er iets zou gebeuren tijdens een race, stel een coureur. Die krijgt vlakbij en tijdens het ingaan van de pitstraat. Er komt een rode vlag, maar de pitstraat wordt gesloten. Waar moeten de coureurs hun auto's parkeren? Als Oeh. de pitstraat gesloten is, dan eindig je op start-finish en word je daar opgebracht. Klopt. Heeft dat dan te maken ook Vroeger met. Vroeger was uh, dat zelfs zo, hè? Vroeger was rode vlag. Maar nou, uh, even een smaakje maar dat is erbij, als je op Zandat race ook, hè, als een rode vlag, dan is het ook gewoon weer op, op lijnen, best afhankelijk van welke raceklasse. Dacht ik, ik heb mijn theorie niet. Hè, dus. ik, ik, wilde, ik wilde zeggen, ik, ik wil het mooie theorie. De rode vlaglijn stond inderdaad bij onze racesessie. Dus het is gewoon: maar het is er gewoon een lijn aan de rechterkant of aan de kant van de Pitstraat. Of wel bij start, mij ook. is gewoon bij start-finish. Okay. Ja. Nou ja, dan is het vrij simpel. Dan wordt gewoon, dan krijg je de rode vlaglijn en dan gaat iedereen stilstaan op start-finish. Ja. Mark, die zegt: hoe weten de coureurs of de teams de temperatuur in de banden? En als er sensoren zitten, waar zitten die precies? Die zitten volgens mij zitten die bij de, bij de vloer. Dus, weet je, kijk, die, die temperaturen zijn echt belangrijk voor een coureur. Want die moeten namelijk weten, en dat is natuurlijk op afstand, want dat is natuurlijk gewoon infrarood. Dus, dus dat hoeft niet heel dichtbij te zitten. Die, die moeten weten of de banden. Oververhit worden of dat ze nog te koud zijn, dus dat ze in de window blijven zitten. Daardoor zie je ze ook in het begin hoe ze moeten pushen, want dat kan je namelijk zelf helemaal eigenlijk niet, niet weten. Tuurlijk, je kan het een ja. heel klein beetje voelen, maar dat is uiteindelijk waar ze op letten. Maar Tom, er zit natuurlijk ook altijd bandendruk sensor in, ook die kan dat. natuurlijk ook meerdere dingen weten. Dus. Ja, klopt, klopt. Maar die, die, die doet het niet op de positie binnen, midden, buiten. Die doet puur en alleen de basis. We ja, gaan wel als een warme mes door de, door de vraag heen. Nee, ja, dit, dit, ga, dit gaat heel hard. Nee, we gaan, we gaan gewoon lekker door, dan vragen we, we naar. Maar we, we, we kunnen ook heel serieus over sport praten. Dat is ja, gewoon... maar dat ben ik van niet van jullie gewend, Joe. Maar ja, goed, we zitten natuurlijk tegen podcast tegen de klok. Dus dan gaan we gewoon naar de vraag van Rick. Die zegt: waarom moet je voldoende brandstof overhouden in de auto? Tot de limiet gaan, is toch juist mooi en helemaal als het dan nee. ook mis kan gaan, en je misschien nee. in de laatste ronde zonder brandstof staat. Nee, want dan kunnen ze de benzine niet meer checken. Want je kan namelijk ook trukken met de benzine ander octaangehalte, net even iets meer vermogen halen uit de benzine. En dat, zo kennen we die tijd natuurlijk van vroeger, dat ze echt gif aan het mengen waren met gifmaskers aan de achterkant. <laughs> en, en ja, nee, maar dat begon echt te prikkelen in je ogen als je langs de pitbox liep. Ja, tegenwoordig had zou je dus zeggen dat is kankerverwekkend. In, in, had je niet ooit in een auto gereden die op de een of andere manier iets meer vermogen had dan een ander? Dan had ah, het natuurlijk niet te maken met de brandstof. Zeker. Dat heb ik zeker. En, dat is ja, een mooie ja, ik anekdote, kan ik me herinneren. Nou, ik denk dat jij bedoelt met die, uh, dat die extra inlaat erin zat in, uh, in ja, Oostenrijk. Wat was een dat? Nee, ja, nee, dat was de inlaat. Dat, dat was niet, niet de benzine. Maar benzine is natuurlijk iets wat door de explosie een bepaalde energie vrijgeeft. En als die energie groter is bij een andere type brandstof. wat absoluut zo is. ja, dat deden ze vroeger. Hè. Dan begonnen ze echt die, die shit te mengen. met, met gifmaskers uh, gooiden ze erin. Maar dat is tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig is gewoon de benzine voor allemaal, allemaal gelijk gelijk ook daar gehalten, allemaal ingrediënten en dingen wat exact hetzelfde moet zijn. Dus, uh, en je moet overhouden, zodat de Fiat kan checken. Want als er eigenlijk niks meer in zit, kunnen ze ook niet checken of je illegaal hebt gereden. Dus dan kunnen ze dat, kunnen ze gewoon analyseren. Dus er moet geloof ik, zeg ik altijd, anderhalve liter overblijven. Check het eventjes. Ja, twee want anderhalve ik liter dat een... ze moeten te aftappen. Ja, klopt. Want dat, tik, 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 gaat dat in een potje. Eentje als reserve, die andere om te analyseren. En Als die omvalt, kunnen ze altijd de reservepot nog pakken. Ja, daar is soms dat heb je twee simpeltjes inderdaad nodig. Ja, dus Altijd voornamelijk de de wat Rick wat zegt, de vraag, het zou wel kunnen kloppen, hè, dat coureurs tot de limiet kunnen gaan en dat je kan klooien met brandstof, als in letterlijk iets minder meenemen. Maar ja, je kan zonder brandstof komen te staan. Maar de reden dat het moet, is dus je dus om te kijken dat de brandstof ja, niet illegaal is, zeg maar. Dat is een beetje... Nee, nee, als je ja, te weinig, ik, ik, ik wel, als als te weinig brandstof erin hebt zitten of leeg is, word je gedisqualificeerd. Nee, nee ben je zegt, daarom was ja. de vraag van Rick. Hij zegt: waarom moet je het overhouden? Want het zou juist mooi zijn als coureurs. Nou, misschien brandstofmonster. Brandstofmonster, ja. Ja, ik ik ik, ja. Ik heb wel een coureur die af en toe zonder brandstof staat. Ik haat denken, jongens. Ik kom minstens één, twee keer per jaar. sta ik inderdaad ergens langs de weg zonder benzine. Echt, ik haat. het. Ja, kon Paulie, ik, ik kom niet meer komen met de Jerry Cadet om om brandstofrenten ja. te doen. Klopt. En dan denk klopt. ik: Tom, vriend. Ja. Wil je niet gewoon standaard een eigen BMW jerrycannetje je? in je auto hebben liggen, Tom? Dat is toch veel simpeler? In plaats van die arme Pauline te laten komen steeds. Maar heb ik. Heb ik. Ja. Ja, maar die onderweg ja. onderwerper in, en dan rijdt hij ook door. Nou, Tom, die loopt nu naar buiten. Dan ga ik alvast even aan jou de volgende vraag stellen. Um, hij zegt... Uh, even kijken, dat is van Geert. En ik weet niet of jij dat weet of jij dat zelf ook doet. Want jij bent natuurlijk ook op Zandvoort gereest. Maar hij zegt, het valt me op. Terwijl Tom nu twee jerrycans in beeld heeft... Heel goed. Zet maar neer, Tom, want de taxi komt halen, We moeten door. De vraag van Geert, die zegt: waarom likken coureurs in godsnaam altijd aan hun oortjes voordat ze die indoen? Oh, ik denk: waarom likken coureurs? Denk, zo, gaan we die kant op? <laughs> uh, <laughs> uh, nee, dat is dan gaat hij er veel mooier in. Want anders is hij heel droog, uh, lik je er een beetje aan en dan glijdt hij er mooi in. Het is gewoon uh, uh, lubrication. Het gaat, over oor, het gaat over de oortjes, hè, Tom? Ja, dat bedoel ik ook. Dat bedoel ik ook. Dat bedoel ik ook. Bedoel ik ook, bedoel ik ook. Bedoel ik ook. In de oorschelp. <laughs> ik uh, yes. ga meteen door. Ja, ja luister, de vragen die, die slaan echt helemaal nergens op. Want ik weet niet wat, wat Xander genomen heeft. Nee, nou ja, is deze is, vragen. Nou, wat vinden jullie van deze dan van Xander? Die zegt: Als Max Verstappen een Tinder-profiel aan zou maken, wat zou er dan in zijn ja. bio staan? Uh, Four-time uh, world champion. Ja, Formula moet, One world champion. Nee. Ja, maar je hebt, hebt nog nooit Tinder gedaan. Dat is vaak iets grappigs. Weet je, dan moet je zeggen: oh. euh, swipe naar oh, rechts okay. voor een ritje in de, in, in de fast lane. Remmen niet gegarandeerd. Oh. Weet je, zoiets krijg je dan Oh, mee. sorry. Ja, ik, ik heb nooit een Tinder profiel gehad. Dus ik zou het inderdaad ja. niet weten. Hij dus staat on, on top en vindt second of uh, zoiets? No, I'm always the fastest. <laughs> Krijg jij mijn sneller van soft naar hard in van teamcrew? Nou prima, we snappen het. Ja. Oké, okay. ja. ja. <laughs> uh, okay. over banden gesproken. Mark, die wil uh, graag weten hoe coureurs nou in theorie met banden kunnen sparen. Omdat het hem lijkt dat je ook geen ronde tijd in wil leveren. Nou Tom? Uh, ja, dat bedoel. is natuurlijk het gemiddelde. Ja, maar dat moet je aanvoelen. Dat is, weet je, je voelt wanneer je een band over de klif jaagt. Dus wanneer je een band pijn doet. Weet je, dan, ga je, dan, dan laat je hem rullen. In plaats van dat je hem op rails laat doen rijden, dan ga je schuiven. En op het moment dat je dat te vaak doet, ja, dan krijg je die graining. Ja, en, en dan is het gewoon klaar. Dan heb je de band gewoon verkloot, naar de kloten geholpen. En dan komt, het, komt er nooit meer leven in terug. Maar je wil wel tegen die grens constant aanrijden, want anders geef je natuurlijk tijd weg. Anders ga je in het begin heel rustig rijden. En aan het einde denk je, nou ja, dan gaan we maar zo hard rijden als we kunnen. En we zien wel wanneer die instort. Nee, dat is nou precies dat gevoel waarom sommige coureurs wel hun banden langer heel kunnen houden. Zoals ze dus een Norris en zoals dus een Max. Ze noemen Max ook wel eens de bandenfluisteraar. En dat heeft daarmee te maken. Dat is gewoon dat je net even niet te hard erin gaat. Dat je net niet te veel loopt te rullen op onderstuur. dat je net even niet te vroeg gas wil geven. Te veel force geeft in die achterband. Waardoor die die graining krijgt. En dat, uh, dat maakt dat, uh, dat verschil. Dat is, dat is een gevoel. En, en natuurlijk ook een beetje in de concurrentie. Kunnen wij nog herinneren, als je heel even teruggaat naar Canada... Daar zat Max toen, Ray Russell 1, Max 2. En toen had Max zoiets van, of was het andersom? Ja, ja, Max had 2. En die ging toen in de aanval. Ze, ze, hun tweeën verkloten toen hun band, die intermediate. Toen ging Norris ervoorbij. Die reed in vier rondjes, acht seconden weg. Hij is niet twee seconden sneller dan de rest. Nee, die twee, die gingen het gevecht met elkaar aan. Daardoor verkloten hun tweeën de banden. Had, Norris had nog hele banden. En daardoor kreeg hij het gat. Oké, okay, dat werd weer teruggezet door middel van de safety car. Maar in principe was dat. Hetgeen waar Norris dus eigenlijk ook het heeft laten liggen. Eh, of pech heeft gehad door die, door die safety car. Anders had hij naar mijn inziens die race wel kunnen winnen. Maar dat is dus hoe ben je in gevecht met iemand en hoe speel je dat spel? Wordt de Formule 1 leuker of minder leuk, uh, Tom, als we of juist veel meer banden gaan krijgen. Zoals we natuurlijk nu al zeggen dat, uh, dat Pirelli bezig is met een speciale straatband, zo'n straatcircuitband. Of dat we gewoon zeggen, zoals uh, bijvoorbeeld in de Formule 1 e of andere raceklassen. Bam. Je hebt gewoon één droge weerband. Bam. Je hebt één nee. uh, nat weerband. Nee, en zoekt Maar je moet uit. wel altijd en nee, 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 nee. hebben. Altijd. Niet, niet altijd. Want dan kan je namelijk uh, een andere strategie kan je pakken. En dan, dan zie je dat mensen ook wat makkelijker kunnen inhalen. Gewoon houden zoals het is. Gewoon, gewoon drie, drie type banden meenemen. En de mensen lekker zelf laten kiezen. Want iedere auto is anders ten opzichte. hoe ze de, de, de slijtage hebben met de banden. Dat, dat kan je niet over één kam scheren. Want het heeft toevallig die ene auto past toevallig bij die band. Dat, dat, dat maar niet. wat vind je dan van verplichte banden, Tom? Dat je verplicht een uh, supersoft of een hypersoft had je in het verleden, moest je dat kwalificeren. Ja, moest je dat gebruiken? Ja, ja ik, ik weet je, uiteindelijk het is het voor iedereen hetzelfde, dus het maakt niet heel veel uit. Wat ik alleen wel vind, is dat, je, hoe ga je met de band om? Hoe ga je strategisch daarmee om? We weten het niet altijd. In theorie denken we het te weten, maar tijdens de race zie je vaak nog strategieën veranderen. Door positie, door meer slijtage, door warmte. Je, je kan dat niet exact inschatten. Kijk, Ruud is er stil van. Dat maken we niet heel vaak mee. Um, Frank, die zegt: hoe kan het dat een auto waar jaren aan gewerkt wordt door honderden of misschien wel duizenden experts, toch steeds weer met upgrades komt voor bijna elke race? Want wat is in godsnaam dan een upgrade van een als het goed is, tot dan al perfect onderdeel? Het goede vraag ja, ja, is: ver, ver, vergelijk, vergelijk het met je, met, je, met je laptop of met je telefoon. Wordt ja, altijd beter. Je de, kan altijd je beter. Jij voor 14 of 15 heb je. En dan het jaar daarna heb je een betere camera. En dan heb je dit. En dan heb je dat. Dus die, ja, maar, dit gaat toppen, over, die ja, run, maar dit gaat ja, maar over jaren. Maar dit gaat over Grand Prix Monaco. Tot twee weken daarna een andere Grand Prix. Ja, dus echt gewoon. Ja, hey, Monaco ja, een andere setup. Monaco heeft een hele andere setup nodig. Dan Silverstone. Dat zijn twee compleet andere, andere type circuits. En ja, maar maar dat zijn circuitgebonden updates. Je hebt ook vaak een ja? x aantal keer per jaar... dat de teams in een jaar komen met echt performance-updates. Dat je denkt, had je dat dan... Natuurlijk. waarom heb je dat niet drie maanden eerder al kunnen verzinnen... dat het in het begin van het seizoen al op de auto zat? Ik denk dat dat is wat graag. Frank probeert ja, maar, te vragen. Ja, maar, ja, maar, ja, maar graag. Ja, maar ja, dat is toch menselijk? Ik bedoel, van ja. Joris, jij kon, jij kon twee jaar geleden ook niet wat je nou kon. Dus iedere dag word je 1% %je beter. En als je iedere dag één procentje beter wordt... dan krijg je een soort van ja, vo voortschrijdend inzicht. Je leert van nieuwe ja. dingen over je auto, over het squeeze uh, technologie die je probeert nu dingetjes uit en nou honderd dingen mislukken en eentje lukt er. Nou, ja, zo is het leven uiteindelijk wel in elkaar. Ja. Het is een beetje. We zijn heel, heel serieus of? vandaag, hoor. Ja, ja, ja jullie zijn heel, heel serieus. serieus het nee, het verbaast me, volgens mij is het überhaupt ook gewoon uh, de podcast die, die we de meeste vragen hebben behandeld. Want we hebben dit vorig jaar ook gedaan in de winter en het jaar ja. daarvoor ook een jaar geleden in de zomer. En dan waren het net. Zo leuke vragen? Ja. Echt. Ja. Echt. Maar toen kregen, en, en toen kregen we op een gegeven moment aan jou mensen... te horen, Joris. Van ik heb nog zoveel vragen en we moeten we nou snel erheen. Nou, kregen we vragen. Zei Tom, ja, zeker, nee. En toen zaten we kijken van. En de volgende vraag dan? Ja. Nou, we hebben genoeg vragen. En dat is ook wel een compliment trouwens aan onze, onze luisteraars. Pas geleden waren we heel trots. 125.000 luisteraars, 6 kijkers voor één aflevering. Dat is gewoon drie keer de Amsterdam Arena of de Kuip gevuld. Dat is de halve tour van Taylor Swift, kunnen we inmiddels al verdienen van, van fans. Maar we krijgen ook heel veel vragen. En dat is leuk. We krijgen ook uh, leuke, leuke reacties erbij. Dus ja, maar lekker door. Ik heb nog geen doet. Dus ja, hoor. we kunnen ik voor vind uh, dit, is, dit is zeker niet saai. En ik vind het wel leuk. Want weet je, heel veel mensen hebben vragen. Maar die, die stellen ze niet. Maar ze krijgen toch stiekem antwoorden. En zo, ja, zo wordt iedereen net even wat handiger, wat slimmer. En weet je dan wat, uh, wat meer af. Wat meer into the details. Alleen leuk. Ik kreeg ook een vraag, Tom. En um, dat is? Ruud. Vind jij het niet irritant dat die Tom heel het door je heen zit te praten? Het lijkt wel alsof jullie elkaar helemaal niet mogen. Ik zei, nou, Getekend zijn vrouw Esra, waarschijnlijk. <laughs> nee, 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 nee. Je kreeg een DM'tje. Jij bent niet de enige. Ik maak allemaal geen reclame voor mijn Insta, maar ik zeg ja, nee, is dat is hier verkeerd. Ja, kreeg dat ik tof, is tom, tom, Ja. Ik, 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 ik zie het ook anders. Jij ziet het als theorie en vanaf buitenaf en ik zie het van binnenaf en met gevoel. Dus, dus er zit een andere denkwijze achter. Uiteindelijk, ik weet zeker dat we, als we het heel erg toespitsen, dat we altijd op hetzelfde puntje uitkomen. Alleen het is hoe leg je het uit en hoe, 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 hoe denk je erover, zoals je er naar kijkt. En, en daar zit een beetje het verschil in. Maar dat is ook waarom jij de rol hebt als kenner en ik de rol als coureur. Maar dat is inderdaad en dat is ook het leuke. En ik ken Tom nou sinds denk ik 2018 en we zijn uh, maatjes en uh, ja, Niks ik, heb mezelf ik heb ik heb hem zelfs een auto op Zandvoort in elkaar laten rijden die dag. Dus. heb je daar al dat bonus voor gekregen, kregen, Ruud? Nee, 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 nee. Als, als, als het goed is niet. Dus uh, ik, heb, uh, <laughs> ik heb Tom zijn i Dus <laughs> nee, maar binnenkort gaan we het nog een keer doen, maar Tuurlijk. nee. Maar dat is ook toch ook het leuke. Als we allemaal hetzelfde waren en hetzelfde zouden denken en zouden roepen, dan uh, dat is het ja, niet was de monoloog. Ja. Was er, en dat is ook niet maar, leuk. Uh, maar, maar oh. Joris, ik begrijp ja. wel wat hij bedoelt uh, die meneer. Want ik, ik sta dan soms helemaal te koken van als Ruth iets zegt en dan, dan denk ik ja, jongens, dit klopt echt niet. En dan wil ik, dan moet ik wat zeggen. Dat is ja sorry, sorry, mijn excuses. Dit is Tom Coronel. Ja. En heel vaak klopt het wel, wat ik zeg. Dus. En ook heel vaak niet. Dus, uh, tijd dat, Tom, of dat Ruud weer even zijn mond gaat houden. Want je gelooft het niet, maar er is een vraag speciaal voor Tom binnengekomen. Wes en Wes is volgens mij al heel lang een autosportfanaat. En vooral van de Nederlandse creurs. Want hij zegt, ik ben wel eens benieuwd wie Tom snelle Nederlandse concurrenten heeft gevonden in het verleden. En hij zegt, ik noem bijvoorbeeld Cox, Hezemans, Euser, Huisman en de bloedsnelle Donny Krevels. Klopt, nou, dit zijn wel mooie namen. Patrick Huisman zat ik net trouwens nog mee te hebben. Die stuurde ik net de foto. Uh, dat, uh, dat we met jullie uh, de podcast aan het doen waren, want die had mij even nodig. Dus uh, Patrick Huisman was net voor mijn tijd. Daar heb ik eigenlijk nooit echt zelf mee gereden. Maar een hele goede uh, toerwagencreur. En die, is toen, die was toen echt Porsche-expert. Supercup, een aantal malen winnaar. Dus uh, mooie goof. Um, maar ja, de tijd, uh, hij heeft ze wel door de tijd ingehaald. Uh, als ik nu dan echt zeg, Donnie Krevels was mijn grote concurrent in Open Lotus tijd. Uh, Donnie had natuurlijk gekart, ik niet. Dus Donnie had gewoon meer, meer gevoel en meer strijdhandige tipjes hoe die dingen moest doen. Maar ik was volgens mij meer gedreven. Uh, en doordat ik meer gedreven was en meer tijd aan besteden, ben ik hem uiteindelijk... Ja, ont, ontgroeid. Ik ben ook verder gekomen ja. dan hij. Dus dat, dat hij is toch was... wel Formule, Formule 4-kampioen geworden toen? Maar nee, Formule 3 in Italië. Formule 3 in Italië. Ja, dat was, heeft hij toen ja. die Minardi-test gehad. Een hele goede ja. golf. Ik heb samen met hem de Nations Cup gewonnen. Die beker die staat hier nog. Willen jullie hem even zien? Dus hem even pakken. Ja, doe maar eens even. Want er, je, je was onderweg. Ook, ook al had ik negen gezegd, ging je hem toch is pakken. Dat was een <laughs> beetje het ding van Tom. Oh, Zo goed ken de ik Tom. Het is ook een beetje aangevallen. Ja, kijk, op de achtergrond hoor je Tom nu. Die heeft niet door oh, dat sorry, hij wegloopt van zijn microfoon. De beker is uit elkaar gevallen. is de Stinesis Cup. Ik zou met Donny Kreevels hebben gewonnen. Er hoort nog een deksel op. Waar die precies is, dat weet ik niet. Maar kijk, hij is een beetje gammel. Dus, <laughs> uh, hij is een beetje oud. Dus maar Tom... Ik had wel een hele grote deksel bij. Ja, ja. ik ga weer even, even zitten, Tom. Want dan hoor je hem ja. een beetje beter. Oh, maar sorry, Donny, hoor je maar, me uh, beter, ja. Do Donnie, die is toen... Uiteindelijk heeft hij toch moeten stoppen met zijn carrière toen. Ja, en die is toen ja. op de markt gaan werken, toch? Dat ja, hij ja, op toch de markt. En, uh, en, uh, en ja, heeft in Amsterdam deed hij wat, uh, deed hij wat in uh, verhuren van huisjes en dat soort dingen. Peter Cox, serieuze uh, coureur qua focus. Uh, de papa van, focus, uh, De papa Stefane? van uh, Stefane Cox. Ja. ja, zeker, zeker. Aantal maanden met de, uh, de uh, geweest. Van, op de analist analyst van de play ja. presentatrice van uh, de eerste jaren. Van de eerste jaar, klopt. Een ook, maar zij is ook heel snel. Maar Peter, Peter is echt zo'n hele overdreven serieuze coureur. Ja, met alles met de puntjes op die. En ik was wat wilder. En uh, nou ja, zoals ik, uh, zoals jullie me ook een beetje kennen. Uh, maar als je het echt over hebt, Tom, wat zijn kreus waar ik tegenop kijk in Nederland? Dan zeg ik, uh, Jaap van Lagen. Niet normaal, wat een talent die heeft. Uh, uh, heel goed. Um, maar, altijd, maar ik heb altijd het idee... waarom gaat het bij hem fout of zo, weet je wel? Terwijl hij wel heel goed en heel snel is. Dus uh, dat is echt een goede jongen. Uh, dus daar kijk ik tegenop. Uh, Jaap van uh, vind ik echt een coureur waar ik uh, serieus... Uh, sorry, uh, Jeroen Blekemolen. Ik heb het had al, had ja. gezegd, dat al, ja. Uh, Jeroen Blekemolen. <coughs> Hele goede coureur. Uh, ja, naar mijn inzien is te snel naar Amerika gegaan. En ja, die moest professioneel gaan racen. Terwijl dat hij echt wel gewoon in de top van Europa zat. Dus dat is er eentje. Uh, en wie ik dan ook wel... Uh, wie ik ook altijd wel heel erg goed heb gevonden. Uh, Marco Dupau. Een, uh, een autocureur. Een Nederlandse autocreur. Had net de funding niet. Maar was echt serieus goed. Die is nu driver coach. Uh, ook een, echt een, uh, een topper in, uh, in mijn tijd. Dat ik kan denken... Wauw, daar zou ik niet graag tegen willen racen. Weet je wel? Dat is een beetje... Hoe ik ook over dit soort type mensen denk. Duncan Huisman was mijn teamgenoot in de toerwagens. Mijn beste teamgenoot ooit. Dat was echt altijd fun met hem. Uh, serieus, snel. En die hebben me echt een paar keer verslagen in Macau. Terwijl dat ik zoiets had van dit is mijn baan. Ik rijd op kop en ik verneukte het. En daardoor won hij hem. Maar dat maakt niet uit. Hij bouwde de druk bij mij op. En daardoor maakte ik ook de fout. Dus Duncan Huisman. Hele, hele, hele gooi. goeie, Goeie autocreur. Dus dat is een beetje mijn... Periode geweest dat ik denk over, over een Nederlands cursus. En ik zal vast wat mensen vergeten. Mijn excuses. Ik heb een mooie strijd met jullie allemaal. Je hebt nog nooit tegen de Ruud Dimmers gereced, denk ik. Anders had je hem ook wel genoemd, denk ik. Uh, <laughs> uh, door naar de volgende. <laughs> en je broer. En dit, want je bent je, met je broer. Tim. Je ja, dat is tegen Tim. Tims, vaak. Ja, jullie natuurlijk elkaar met Tim. Ja, die hebben elkaar van de baan gereden. Gewoon. Zeker, zeker, zeker. Maar bij Tim was altijd wel meer. Hoger risico en sneller, maar ik won de race. Ik was net even wat slimmer en wat handiger. Dus, maar inderdaad, nee, ja, Tim. Uiteraard, mijn broer Tim. Maar dat had meer te maken... Tim is na mij gekomen. Die was nooit niet in mijn periode. Dan heb ik het over de Formule 3, Opel Lotus, Formule 4 tijd. En er was nog een Nederlander... daar zullen jullie nooit van gehoord hebben. Alex Korper. Een Amsterdammer. Hij uh, had een vader die heel veel centjes had. En die, uh, die zat iets te veel in de feestmodus... Dus alleen maar boemede de boem. De de en die moest dansen en achter de meiden aan. En uh, bier drinken in de kroeg. Een beetje het Amsterdamse uh, vrije leven. Studentenlevertje. Zeg maar. ja. Ja, maar uh, toen hij 25-26 was, zat hij nog steeds in het studentenleventje. Maar hij was echt, echt, echt goed. Die, die Alex Corper, dat was er ook een. van Roger Chiaponi, ook zo'n jongen in de Formule 4-Tijd. Hele goede rozer. Die was ook super snel. Um, ja, ik denk dat. Ik denk dat ik wel een beetje de, de, de meeste nu gehad heb. Ik denk dat we doorgaan naar. Uh, ja, kom maar. <laughs> de vragen, ze hebben dadelijk. Uh, geen Wikipedia meer. nodig. Um, uh, ja. Hugo, die heeft nog een vraag over hetgeen wat een paar weken geleden speelde. En hij stelt eigenlijk. of jullie de voorstander van zijn. als uh, de, uh, de Grand Prix van Nederland roelerend terug zou komen op de kalender. Want momenteel weten we natuurlijk voorlopig 2025... de laatste Grand Prix wat nu zeker is. Nou, toen waren er allerlei verhalen. Uh, het gaat door, het gaat niet door. Het controleert met Spa, het controleert met een andere, uh, andere club. Noem hem maar, maar op. Maar een, een roulatiesysteem, is dat een gemis? Is dat alleen maar goed om het om de hype... groot te houden in Nederland? Wat denk Beter je? dan niks, maar het is het net niet. Of van... Het is voor het circuit is het net niks. Uh, voor je investeringen die je doet. Het is dat je lekker jaarlijkse gevoel er eerst naartoe kunt. Of het nou Spa is of Zandvoort. Het is voor beide, is het allebei niks. Ja wow. nou jongens, er komt hij hoor, mijn taxi. Nee. Oh ja. Nou vertel even wat jouw kennis erop is op uh, circuit zandvoort. Hoe leren tot kalender? En dan gaan we afronden. Uh, ja, weet je, ik, ik zou het zonde vinden. Uh, maar als de Formule 1 groter gaat en internationaler gaat. Weet je, is het, is het oké? Okay? Vroeger hadden we geen Zandvoort. En als het om het jaar is, ja, vind ik het misschien maakt het dan ook wel weer iets specialer. Want het hele nieuwtje is natuurlijk bij Zandwoord ook wel een klein beetje vanaf. Ja, 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 uh, alhoewel ik Zandvoort natuurlijk wel het allermooiste feest vind met al die oranje fans, we hebben echt met Zandvoort neergezet. De nieuwe 2.0 stijl Formule 1. In de regen, het publiek bleef zitten, Polonaise, noem het allemaal maar op. Dus, uh, nee, ik begrijp het. Jo, Raymond, Raymond, kom even, kom even. Dus, Keer je voor uh, je zingen in de podcast. Maar het is ja. zand. Het is en vol zand, want het is ook slecht. Jongens, natuurlijk, hè? ik moet ophangen, want er is mijn taxichauffeur. Ja. <laughs> Helemaal goed. Ja. Nou, we weten ook in ieder geval: Grand Prix Nederland. Daar gaan we volgende week op vooruitblikken. We hebben volgens mij een recordpoging met 90.000 vlaggen. We hebben Tino Martin lekker. die dronken gaat zingen. We hebben Chris Kors Amstel Hoppa. en ook Hans Klok, die misschien dan Tino Martin doet laat verdwijnen. En Tom, ga lekker in je taxi. Ruud bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en het luisteren. Aflevering 26. Volgende week zijn we terug vooruitblikken Dutch GP. Jongens, tot volgende week. Doei, doei. Goeie vragen. Doei doei.